Hallo, ik ben Ode. Ik heb vorig jaar in groep 7 heb ik met mijn groep het project Oorlog in mijn buurt gedaan. We hebben geïnterviewd. Ik heb met een groepje Cor Zelderust geïnterviewd. Hij was 13 jaar in de oorlog. Ik zit op de GM van de Brinksel. Hij woont in Wageningen. En ik ga jullie nu een stukje over het verhaal vertellen. Over een deel van het verhaal vertellen. Over de evacuaties. Nou, laten we beginnen. Wat herinnert u nog van de evacuaties? Nou, hij zei: van de eerste evacuaties herinner ik me vooral nog als ze terugkomen in Wageningen, bij de eerste evacuatie. Want heel Wageningen was in puin. De binnenstad was helemaal in puin. Zelfs de school. Hij kwam terug uit Moerkapelle, dacht ik, en hij schrok er echt van. Bij de tweede evacuatie leerde ik een heel lief meisje kennen. Ze woonde op een boerderij tussen Ede en Veenendaal. Ja, na de bevrijding ging ik in militaire dienst. Ik was gelegerd in de kazerne in Ede. Ik wist nog waar ze woonde en wanneer ze jarig was. Dat noemt men een selectief geheugen. Op haar verjaardag ben ik langs gegaan om haar te feliciteren. Toen ik in Indië was, heeft ze me geschreven dat ze me zou wachten. En zo is ze later mijn vrouw geworden. Ja, en het leven is een aanschakeling van toevalligheden. En dat is soms best mooi. Waarom ik erfgoeddrager ben geworden, is. Ik vond het een bijzondere ontmoeting. En ja, het is best bijzonder om iemands verhaal uit de Tweede Wereldoorlog, gewoon aan mensen doorvertellen. En dat die het ook weer doorvertellen. Dus zo gaat het weer helemaal rond. En ja, dat is eigenlijk best mooi. Omdat het zo mooi is, dan is de eigenaar van het verhaal, in dit geval Cor Zelderust, is hij het standpunt van het verhaal. En dan mag de erfgoeddrager het dus doorvertellen. Dat vind ik echt wel mooi. Dus ik vond het wel. Ik vond het wel leuk om te proberen.